ben Truus Baas en ik woon in Berlijn. Ik ben geboren in 1949 in Groningen en ik ben 1974 naar Berlijn gegaan. Ik ben daar predikant geworden en had 1978 voor het eerst een diagnose die niet leuk was, een dysplasie aan de baarmoederhals. Toen heb ik mijn eerste dochter gekregen. Toen dachten we dat het beter zou worden, maar dat was helaas niet het geval. En mijn dochtertje was een maand of drie en toen kwamen ze erachter dat het een zware dysplasie was. En de oplossing zou zijn dat ze de baarmoeder weg zouden halen. Dysplasie, men wist toen helemaal niet waar het vandaan kwam, 78. Nu weten we het allemaal eigenlijk wel, want het is een celverandering aan de baarmoederhals die veroorzaakt wordt door papillomavirussen. Je wist wel door een uitstrijkje dat er iets niet in orde was, maar je wist niet waar het vandaan kwam. Dat heb ik pas eigenlijk 18 jaar later gehoord, dat het door die virussen komt waar je nu tegenin kunt enten. Maar toen wisten we dat allemaal niet. Dus ik had die dysplasie aan die baarmoederhals. En de oplossing, een operatie. Mijn babytje was 3 maanden en ik voedde haar nog zelf. Dus ik ging niet in voor een operatie. Maar ik had het geluk dat een vriendin van mij al bij de eerste operatie een artikel opgestuurd had uit de Libelle. En daar stond in dat je moermantherapie kon doen. Het dieet. Er stond heel veel in. Heel mooi artikel, ik heb het altijd bewaard, het artikel. En het had mij geholpen, dus ik had gezegd, als ik ooit weer een probleem krijg, ga ik meteen beginnen met moerman. Dus voordat er een tweede conisatie, dat betekent een operatie aan die baarmoederhals, waar een stukje weggenomen wordt om te kijken, zitten hier verkeerde cellen tussen, was ik al begonnen met moerman dieet. En ja, ik wilde een tweede baby. Op het moment dat ik hoorde dat het weer een zware dysplasie was en ik wist, ik wil nu moerman gaan doen, ben ik gaan bellen. Toen had je al een lijn, dus ik kon vanuit Berlijn bellen. En wat moet ik doen? En weet u iets? Kunt u mij helpen? Nou, ik werd doorverwezen naar dokter Ronghaar, de Krim. En het was helemaal niet zo ver van het huis waar mijn ouders woonden. Dus in maart, ik was al begonnen, begint u maar met het dieet, mevrouw. Zo was het toen. Dus ik ben begonnen met het dieet, heel streng. En mijn man deed mee, hielp mij enorm. Want ja, we waren allebei van overtuigd, we willen nog een kindje. Dus we moeten er alles aan doen. Men vond het in het ziekenhuis heel raar. Maar ik kreeg dus de steun van de vereniging wel. Daar kon ik altijd wel bellen. Maar ik had dus ook Ronghaar, dus we maakten een afspraak. En dokter Ronghaar nam het heel serieus. Heel intensieve gesprekken. Hij luisterde heel goed naar je. En hij had ideeën wat ik moest doen, welke supplementen. Heel veel vitamine A. En mensen die dat weten, die zeggen nog, oh ja, je zag er helemaal oranje uit. Je had oranje handen van de worteltjesap. Dus ik deed het heel vlijtig en ik deed het heel serieus. Ik ben heel lang onder controle gebleven. Maar uiteindelijk was het dus zo dat na een half jaar al die zware dysplasie over was. Ik ben het weer verder gaan doen en ik heb weer zwanger geworden. En dat bleek een tweeling te zijn. Die op 20 augustus 1981 geboren werden. Ik ben nog een tijdje moerman door gaan doen. Maar toen ben ik op een gegeven moment natuurlijk, omdat alles goed was, voelde je bevrijd. Dus ging je ook wat ja, makkelijker ermee om. Maar ik vond altijd wel suikers mijden en vlees mijden. Veel rijst en ettensoep en zulke dingen. Deed ik nog wel. En ik probeer het eigenlijk, ik heb het ook proberen vol te houden. Dat ik toch heel voorzichtig ben met suiker. Voorzichtig met vlees. En toch probeer om steeds weer de draad op te pakken. Dysplasie is dus een precanceroze
En die precancerose die kan heel gauw een kanker worden. En als die kanker aan die baarmoederhals begint, dan is het meestal een adenokanker die heel snel uit gaat zaaien. Chemotherapie heeft dan geen zin. Het is dus een gevaarlijke kanker die je ervan kunt krijgen. En dat is eigenlijk waarom men zo alert is op dysplasie, op die plek. Men wist toen niet dat het door een virus veroorzaakt was, maar die virus, die eigenlijk een SOA is, dat is dus een seksuele overdraagbare ziekte, aandoening, die gaat veranderingen teweeg brengen in de DNA. En die veranderingen sluimeren. Dus het kan best zijn dat het over 20 jaar pas een echte kanker wordt. Maar als het een kanker wordt, dan is die gevaarlijk. En in feite is het dus zo dat die verandering in die DNA misschien wel gebeurt. Maar in feite, door mijn levensstijl, kon ik het toch echt onder controle houden. Ik ben wel altijd onder controle gebleven. Ik vind het belangrijk dat je het reguliere circuit vasthoudt. Dat zei Ron haar ook altijd. Je gaat naar controle, je houdt het vast, maar we doen ook op het andere circuit wat we kunnen en dan kijken we wel wat eruit komt. En hij was echt bemoedigend. Dus ik ging graag naar hem toe. Ik had altijd volste vertrouwen in hem. En ja, ik ben dus altijd onder controle gebleven en dat doe ik nog. Ik blijf onder controle, dat hou ik vast. Ja, je aandacht mag niet verslappen, maar je hebt een mogelijkheid om ermee om te gaan. En dat is juist het bijzondere. Je hebt het zelf in de hand. Dat vind ik heel belangrijk bij ziekte, dat je zelf iets kan doen.